Jongens, we waren laatst bij de Salvation Army en dat vond ik zo leuk. En ik had ineens zoiets van, ik heb één blouseje gekocht, ik heb niet eens gekeken bij de mannenshirts. Eigenlijk wil ik gewoon wat meer, treft die hier. Dus ik vroeg op Instagram of jullie nog video's zouden willen zien en daar werd massaal positief op gereageerd. Dus vandaag gaan we weer treften in meerdere winkels naast elkaar. En we beginnen bij deze. Let's go. Alright. Ik stel voor gelijk naar de mannenshirts. Alright, mannenshirt. There we go. Het is geen mannenshirt, denk ik. Oké, we hebben mannenshirts gevonden. Let's have a looky look. Heel veel van die Florida vakantie. Hey, Rick and Morty. Gewoon een basic shirt van Rick en Morty. Oh, check deze. Ron John Surf Shop, Fort Lauderdale. Die wil ik. Hier deze trui van Virgin Atlantic. Oké, ik ben veel strategischer bezig dit keer. Wat hè? Helemaal vervaagd. Hoe leuk is dit? Heel leuk. Ik ben meer strategisch bezig met wat... Zou ik nu, zeg maar, als ik naar de winkel ga, wat heb ik nodig, wat wil ik? Shirtjes. En ik draag gewoon Kleko shirts heel veel. Dus ik merk dat ik dat leuk vind. Ik heb beter thriften. Grappige dingen. Weer zo'n Florida vakantie doen. Kids, ik ga ook passen gewoon en kijken wat het leukst is. Check deze. Jacksonville University. Maar van Champion? Ja. $6. Ja. Wat vind je van deze? Deze ook. Walt Disney World. Deze vind ik echt super leuk, maar niet bij maat. Helaas. Deze. Champion. Ja, en dan even kijken hoor. Dit, die Florida dan. Deze, wat is dit? Oh, dat is die Disney. Oké. En dan hebben we die Koozie. Koozie? Koozie. Oh ja, ja, ja. Of heeft een Koozie gevonden? Dat is echt wel een ding. Ja. Leuk? Oh, die is leuk. Ja, wil je die? Ja, die vind ik heel leuk. Oranje, die staat me alleen niet, maar... Maar je moet wel eens Miami. Ik vind het een lastige kleur, maar we kunnen het proberen. Die denk ik dat je niet wilt? Nee, die vind ik niet leuk. Die is misschien nog leuker dan ik wou zeggen, die vind ik nog leuker. Namelijk liever deze. Oké. Okay. Deze vind ik ook leuk. Het is echt een ontdekking bij de mannen shirts kijken. Door iets voor sneller doorheen gaan, schat, als je ook nog inderdaad die andere dingen Ja, dat is waar. Vermaak me hier al zoveel. Geen vlek, hè? Best leuk. Deze ongelooflijk zachte trui met Alaska erop. Oké, Gregor vindt dat ik deze moet passen, dus gaan we dat doen. Dit is een merk waar Gregor fan van is. En dit is mijn maat. Ik ga het proberen. Het is absurd. Foef heeft ook veel meer, zeg maar, verstand van dit soort dingen. Dus kijk deze prachtige Tommy jas. Oh, dat is cool, hè? $7,99. Deze. Oké, kijk even het broekje. Zijn van die lekkere broekjes. Jurken. Mooie jurkje hoor. Nee, ze hebben best mooie jurken. Een Chanel voor 25. Ik denk niet dat die echt is. Zal ik eens kijken? Nee, kijk maar, je ziet hier echt dat roze draad en zo. Nee. Dan hebben we hier Victoria's Secret Pouch. Oh, ik vind deze jurk best leuk.
Ja. Ik vind deze dus heel dope. Is voor mij te klein. Score. Nee, ik vind dit echt heel leuk. Ja, ik ook. En dan aan de zijkant ook, I love me. Andere kant. Ik vind het ook wel leuk. Kijk hoe mooi dit kleed is. Kijk eens, $10. Coach bag. $8. Jongens, die tas zo. Love it. Oh. Wat is er? Dit is één grote rit. Kijk dan, dit is bijna precies de tas die ik heb van mijn oma. Die ik echt al heel lang ook gebruik bij premières. Gestort. Hey. Dat is leuk. Ik vind dit serieus leuk, zo'n kleintje. Ik twijfel of die echt is alleen. Ik denk het niet. Kijk hier. Kijk hoe dit is. Aan ja. Deze kant. Ja, maar dat kan ook omdat het veel gedragen is. Zo erg? Ik weet het niet zo goed. Ja hoor, dat te weten. Ik vind de kleur wel echt heel mooi, maar ik twijfel. Hier staat ook niks van binnen. Authentisch. Staat ook niet dat logo. Oké, nou, we gaan passen. Er zijn geen pashokjes, dus doen we het maar even hier. Oké, dit is wat we nu hebben. We gaan even kritisch kijken. Truien kunnen we wel passen, shirtjes is lastig. Ja, ik weet niet, ik ga deze niet dragen, dat weet ik nu al. Waarom die? Die vind jij het allerleukste, ja, hè? Ja, dat is juist de leukste, samen met deze. Dit is ook jouw kleur. Maar hoe moet ik dit combineren? Met een broek, lijkt me wel handig. Ja, maar... Je draagt dit gewoon zo. Wacht maar tot je dit een keer aan hebt. Heb je mijn lange wouwens? Ja. Echt heel lekker. Wow, dit is echt super cute, Foef. Dit is leuk? Dit is echt heel leuk. Dat is zoveel. University. Superleuk. Kijk, deze wil ik sowieso. Die moet ik even passen. Die niet, denk ik. Ja, top. Ja, ik vind hem leuk. Is hij leuk? Ja, deze. Die vind ik ook leuk. Oh, dat Disney shirt. Hoe leuk. Ik vind deze kleur vooral heel mooi. Wat is dit? Is nog leuk, hè? Ja, leuk. Allebei leuk. Wacht, ho. Wat nee, ik dacht er zat een geel vlekje, maar dat valt mee. Die ook niet, toch? Nee, nee, nee. Even kijken, dan hebben we deze. In een zachte peachy kleur. Is beter dan knaloranje. Dan deze niet. Wisconsin. Vind ik leuk. De jasje sowieso. Jurkje moet ik heel veel... Ja, ik weet niet. Ik kan niet echt passen. Twijfel. Coca-Cola vind ik leuk. Deze moet passen. Deze moet passen. Ja, de Gucci shirt. Die veehals, hè? Dat is wel lelijk, hè? Helaas. Helaas. Iemand grijde bijna het jasje weg. Nope, nope, nope. Nee, ik neem deze sowieso. Deze ook sowieso, trouwens. Ja, die is ook echt top. Oké, voor vind ik dat ik deze niet moet doen? Nee. Ja, ik twijfel wel een beetje omdat ik dat logo niet boeiend vind. Maar ik vind die kleur zo. Oké, Good Champion, die wel. Die ja. Kijk, dan die deze. Geweldig. Die is leuk. Kan je deze aan, denk je? Ja. Die kan je wel passen hier overheen. Nee, die kan ik wel aan. Strijken. Nee, dat komt goed. Ja, die is heel shirt, leuk. Die gaan we doen. Deze vind ik heel leuk. Ja, die is grappig. Dit is ook toffe kleuren. Een oranje die ik... Ja, die is awesome. Ja, hij heeft wel een beetje vlekjes trouwens. Kijk. Ja. Oeh, misschien moet ik hem dan niet doen. Hij heeft vlekjes. Dat ga ik maar een ergeren. Dat is wel echt een vieze vlekje. Ja, nee, doe die maar weg. Jammer. Deze Wisconsin. Ik vind het niet boeiend. Moet. Ja, die Enjoy is misschien wel. Ja, die vind ik niet ja, zo die mooi. Ja, die maakt het inderdaad misschien wel lelijk. Een trademark was ook eigenlijk wel. Ja, dat je kan hier of een scheetje. Maar... Oh, Alaska heeft gele vlekjes een beetje. Kan je bleken, maar... Ja, dan mooi die trui straks. Ja, ik vind hem wel echt heel leuk verder. Ja, maar oké, okay, die niet. Nee. Oké, okay, dit is die Ralph Lauren trui. Ik vind hem wel leuk eigenlijk. Ja, die is cool. De XL was, had ik hem voor mezelf gekocht. Dat is wel echt heel cool. Niet per se iets wat ik draag, meer. Moet je leren. Maar zit hij wel lekker? Is hij niet net iets te klein? Want het is ook een M'tje, niet een L of wel. Deze is zo leuk, alleen hij zit te strak bij mijn buik. Ah, verder wel leuk. Maar... Oké, uiteindelijk dit allemaal niet. Oké, ze hebben Louise achter de kassa, maar dit is sowieso nep. Want dit is afgesneden. Ja, en dit klopt volgens mij ook niet helemaal.
Nee, denk ik niet. $50? Nee. Ik weet ook niet of dit... Dat denk ik ook niet. Nee, dat klopt niet. Het ziet er niet verkeerd uit, maar... Ja, nee. Jongens, we zijn geslaagd. 2 tassen vol. Voor $82. Oké, zeer geslaagd bij de Community Family Thrift. Alright, we gaan naar de volgende Thrift City. Oké, deze is iets minder groot. Maar you never know. Dan, FIFA World Cup Brazil. Milwaukee. Je kunt weer afleveren bij Dear parents, take your it love teachers. Oh, deze vind ik wel leuk van Gap. Wauw, een medewerkershirt van Dunkin' Donuts, maar het is een S'je. Oh, deze. Hey, University of South Florida Medicine. Zo leuk. Ze hebben heel veel shirts van bedrijven en zo. Deze vind ik in ieder geval leuk. Check deze, dit is mijn maat. Dat kost hem met een krokootje erop. Ze zijn wel heel erg gedragen, dat is wel een dingetje. Ik vind het zo leuk. Schoenen tweedehands en dan vooral hakken. Maar bij dit soort dingen denk ik... lastig. Wauw, kijk deze North Face jas. Supermooi. Jouw maat. Oh, de deken. Dit is van dinges. Hoe heet het merk nou? Echt een classic. Oh. Dit is echt een ding. Oh, hoe heet het nou ook alweer? Dit is... Zie je wat het weet? Ja, die vind ik ook leuk. Ik heb weer gescoord. Yes. Is het open? Ja, is leuk. Er zit wel een vlekje op. Waar? Die krijg je hier nooit uit. Ja, dan... Oeh, die is wel echt heel nasty. Soms zie ik vlekjes en denk ik, dit is de reden dat ze me hebben ingeleverd waarschijnlijk. Ja. Deze had voor van mij gevonden. Zo leuk. Alleen, vet vlek. Ja, die, ja, misschien. Ik weet het niet inderdaad. Oké, ik neem 2 shirtjes. Deze, een basic Gap shirtje. En... Wacht, deze wel niet, toch? Ja, en ik wil die, maar jij vindt hem niet leuk. Crunch Fitness, hoe lach is dat? Het is niet erg dat hij helemaal geraakt is. Oh, dat is het enige, het is wel een beetje... Nee, oké, ik skip die wel. Oké, ik probeer even last minute een Snoop Dogg t-shirt gevonden. Ja, dat is dope. Maar dit is echt heel dope. Next, Thrift by the Pound. Wauw, dit ziet er heel leuk uit. Oké, deze is nu dicht om 6, helaas. Dus ja, en dit is... Red, White and Blue Thrift Store. Die gaan ook dicht. Die gaan ook dicht. Ja, ze gaan allemaal dicht om 6. Klaar. Klaar. Nou, wij zijn goed geslaagd, toch? Jawel, zeker ook. Wat leuk dit. Alright, dat was hem. De thrift video is helemaal lekker geslaagd. De kleren gaan we natuurlijk even wassen thuis en dan gaan we ze dragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doeg!